Het traden lijkt soms erg lastig, totdat je deze drie tradingstrategieën kent. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video gaan we traden. Deze trades kun je maken op zowel spot trading als met futures en met leverage trading. Ik ga je drie strategieën geven die heel simpel zijn, die makkelijk te begrijpen zijn en die gebaseerd zijn op price action. Dus geen indicatoren, geen kermis op je chart en voor iedereen heel erg goed te doen. Dus wil je meer geld gaan verdienen met crypto trading, zowel spot als futures, dan loont het om deze video volledig af te kijken. Vind je het nou tof? Crypto, geld verdienen met crypto, meer leren over crypto, zowel trading als coin zelf, als nieuws, etc. En je bent nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan loont het natuurlijk heel erg om je even te abonneren onder op dit kanaal met de knop onder deze video. Daarnaast, like de video even en plaats even een reactie en dan kun je 20 USDT winnen, net zoals deze persoon. Mail jouw USDT TRC20 adres even naar marchandbusiness@hotmail.com en dan krijg je dit van mij opgestuurd. Goed toppers, ik adviseer je als je gaat starten met traden, begin altijd met spot trading. Ga niet direct met leverage, dus met hefboom traden. En probeer tradingstrategieën altijd op spot uit. De beste spot exchange die je in Nederland kan vinden is Bybit. Bybit heeft de laagste kosten qua fees. Bybit heeft de meeste crypto pairs die je kan traden op spot. En het heeft gewoon een hele goede spot trading interface. Dus heb je nog geen Bybit account, kun je een account aanmaken via de link die ik onder deze video heb gezet. Bij een storting van €100 krijg je €20 cadeau en bij een storting van €300 krijg je €30 cadeau. En dat is in de eerste 7 dagen. Maar dat is niet alles, je kan ook een Rolex winnen nu. En een Rolex winnen kun je doen door dit formulier in te vullen, dat zal ik onderaan neer te zetten. En deze stappen te volgen. Dus een account aanmaken via mijn linkje. €100 storten binnen 7 dagen. En vervolgens het formulier tot het einde invullen. En dan aanbevolen stap, hoe meer je trade en meer volume je dus genereert, hoe meer kans je hebt om te gaan winnen. Daarnaast moet je je Bybit gebruikers ID invullen. Die kun je vinden door boven rechts naar jouw profiel te gaan. En dan vind je je UCID. Dus heb je nog geen account? Maak daar nu een account aan. Yes, de eerste tradingstrategie die ik met je wil bespreken is de flag. De flag is eigenlijk een tradingstrategie of een tradingpatroon die altijd terugkomt in trends. Want wat je vaak ziet gebeuren, en ik teken hem eerst graag uit. Wat je vaak ziet gebeuren is dat je of je hebt een uptrend, of je hebt een downtrend, of je hebt natuurlijk een zijwaartse trend. Dat zijn die drie trends die je kan hebben. In principe ziet een opwaartse trend er niet zo uit. Dus de trend gaat niet in één rechte lijn omhoog. Zo werkt het niet. En een neerwaartse trend gaat ook niet zo naar beneden. Wat je altijd dus ziet is dat je, als je ze met lijnen tekent, dus dat je dus een lijn omhoog hebt. Dus hier zitten verschillende candlesticks in. Vervolgens krijg je een kleine pullback. Je krijgt weer een verdere lijn omhoog, een kleine pullback. En je krijgt weer die lijn omhoog. En in dit kleine stukje hier kun je dus een vlag tekenen. En je ziet hier in een uptrend, ziet dat het dus uit als een normale vlag. Dus je hebt een vlagpaal hier als het ware. Je kan hier nog een mooi bolletje op tekenen voor het idee. Je hebt vervolgens op of deze manier een vlag. Dus gewoon een vierkante vlag. Of je hebt op deze manier een vlag. Dus dat is een driehoek. Maar er ontstaat een patroon wat op een vlag lijkt. Vandaar ook het vlag pattern. En wat dat doet is laat zien dat je gaat met een harde stijging omhoog. Er worden vervolgens de winsten genomen. Dus de prijs trekt ietsjes naar beneden. Maar je hebt gezien dat we in een uptrend zaten. Dat is natuurlijk belangrijk. Vervolgens gaat de prijs weer door en er begint weer zoiets. En je krijgt weer zo'n vlek naar beneden. En op die manier kun je heel goed trades maken door daar vervolgens in zo'n vlek te gaan stappen op het moment dat die uitbreekt. Dat is heel belangrijk om in de gaten te houden. Dus wat je wilt doen is, en dan gaan we even terug naar de chart met het perfecte voorbeeld. Is instappen in zo'n flag. En je hebt ook een reverse flag of een omgekeerde flag. En die zie je hier heel, heel goed. Dus je hebt hier dus die volledige lijn naar beneden. Dus je hebt die streep hier naar beneden. Dat is dus de vlaggenpaal. Vervolgens krijg je een kleine beweging weer omhoog. Waardoor het lijkt dus alsof de prijs weer omhoog beweegt. Zoals je hier kan zien. En vervolgens ontstaat er een vlag. Dus je ziet dat de prijs die komt hier erin. Er ontstaat een vlag, je hebt nog een kleine fake-out. Fake-out, deze kun je even skippen, maar er ontstaat dus een omgekeerde vlag. Dus als je hem rechtop zou tekenen, zou die er op deze manier uitzien. Alleen is hij nu dus andersom. Dus die vlag krijg je en vervolgens kun je daar heel goed op traden. Want je ziet vaak dus dat je een scherpe beweging naar beneden hebt. En de hoek waarin de beweging weer omhoog beweegt, is vaak veel minder. Dus je ziet hier dat het bijna zijwaarts gaat. Dat gaat ietsjes omhoog. In vergelijking met deze daling is dat een compleet verschil. Dat betekent dus dat de kopers hier niet echt in controle zijn. Omdat de prijs niet ver omhoog weet te drukken. En wat erop duidt dat de prijs nog verder kan zakken. Nou, als je ziet dat er het vlagpatroon ontstaat en dat hij vervolgens de trendlijn breekt,
dan kan je instappen in deze trade. Dus dan kan je zeggen, ik plaats een short trade, omdat we hier uitgebroken zijn. De candle die closed hier onder, dus uit het patroon. Je zet de stop los boven de vorige high. En vervolgens trade je bijvoorbeeld een 1 op 2. Dat is altijd een goede vuistregel. 1 op 2 of meer wil je altijd hebben bij risk ratio. Dus die zet je daar en op die manier kun je het patroon traden. Nou, je ziet dat uiteindelijk had je zelfs een 1 op 6 heb je kunnen halen. Had je natuurlijk nooit kunnen weten. Als je 1 op 2 tradingstrategie voldoende is, dan kun je op die manier traden. Een andere manier om in te stappen is wachten op een retest. Nou, je ziet eigenlijk dat het hier gebeurd is, of bijna gebeurd is. Op het moment dat jij een trendlijn had die zo zou lopen, dan zou die perfect zijn. Want wat je dus ziet gebeuren is dat, en hij kan in principe ook zo zijn, je hebt hier support, je hebt hier support, alleen hier komt hij niet echt meer op terug. Maar wat er dus gebeurt is, de prijs breekt uit, komt weer terug om te retesten. Het was eerst een supportlijn, zoals je hier hebt kunnen zien. Dat is nu dus een resistance en vanuit dat punt krijgt hij een rejection. En op het moment dat je ziet dat hij hier gereject wordt, dus afgeweerd wordt op die lijn, dan kun je daar vervolgens weer instappen ook op de short trade en daarop die 1 of 2 traden. Dan heb je dus iets meer zekerheid. Want het zou dus kunnen zijn dat bijvoorbeeld net zoals met hier, dat hij eruit schiet en dat hij uiteindelijk weer terug in patroon komt. En als je wacht totdat je die retest hebt gehad, dus retest, en je ziet dat hij daadwerkelijk reject daarvan af, dan kun je instappen op die trade. Dus dat zijn twee manieren om in te stappen op een flag. De volgende die ik met je wil bespreken is de Ascending Triangle. Een Ascending Triangle die kan op hele verschillende manieren ingeleid worden. Dus het kan zijn dat er een downtrend is. Vervolgens zie je dat er een resistance plaatsvindt op deze manier. En je ziet dat de highs steeds hoger worden. Wat betekent dus hier zit de resistance. De highs worden steeds hoger. Dus je hebt een stijgende driehoek die aan het maken is. En wat er hier dan gebeurt is, je hebt steeds dezelfde resistance, maar de highs worden hoger. De prijs die moet hier een kant gaan kiezen. Dus of hij breekt uit naar boven met volume, of hij breekt uit onder die lijn en je krijgt vervolgens een neerwaartse trend. En die kun je ook heel erg goed traden. En vooral in de bullmarkt werkt die behoorlijk goed. En kun je die gebruiken en dan natuurlijk aan de longzijde. Dus het kopen als het ware van de crypto. Dus je ziet dat hier gebeuren en hier is de trend van onderin gekomen. Dus hij komt naar boven, hij vindt die resistance naar beneden, vindt nog een keer resistance, komt weer op die lijn, nog een keer resistance en je ziet dat die highs steeds hoger worden. En op een gegeven moment breekt zo'n trade uit en dan kun je dus ook hier weer zeggen of ik stap in als de candle boven die lijn close, dus boven die resistance, dus ik stap hier ergens in. Of ik stap in als hij uitbreekt, hij komt terug en dan bij bevestiging van support stap ik in. Als je dat op de tweede manier doet, dan kan het altijd zo zijn dat je trades mist. En als je wel ziet hoe deze uitspeelt, die gaat dus als volgt. Dus je ziet dat hij inderdaad terugkomt op die lijn en dat hij daar vanaf gereject wordt. Dus in beide gevallen heb je een hele mooie trade hier kunnen maken. Nou, ook hier weer zou je dus kunnen zeggen, je trade strategie is een 1 op 2. Hij kwam terug op de lijn, wordt vervolgens gereject bij deze long, bij deze bullish engulfing stap je in. Je legt je stop los onder de laatste low. Ik zou hem hier leggen. Je trade dus een 1 op 2. Dus dat is ongeveer daarheen. En je ziet dus dat deze trade ook heel mooi heeft uitgespeeld. En uiteindelijk zelfs nog veel verder omhoog gaat. Maar uiteindelijk heb je met die 1 op 2 hier ook weer een mooie trade op gemaakt. En deze patronen zijn heel erg veel te vinden. En het is echt een van mijn favorieten. De volgende die je kan traden is het breakout patroon. Een breakout patroon is ook een van mijn favoriete trade strategieën. Het perfecte voorbeeld is eigenlijk Bitcoin. Dat heb ik in mijn vorige video's aangehaald. Op het moment dat zo'n lijn breekt kun je daar een mooie trade op maken. Wat je dus wil zien is dat je een duidelijke trendlijn hebt. Dus hier heb je een neerwaartse trend, je hebt hier een high, je hebt hier een lower high, je hebt hier een lower high. En vervolgens komen ze telkens terug op dezelfde resistance lijn en deze dalende trendlijn. Maar op het moment dat die trendlijn gebroken wordt, dan kan er een trend reversal plaatsvinden. En dan kun je hem dus mee gaan traden aan de zijde waarnaar de trend reverse. Dus hij heeft nu een bearish sentiment en vervolgens kan hij reversen naar een bullish sentiment. En dan zou je in kunnen stappen met een long trade. Wat ik graag doe is dat ik zie dat deze high hier gebroken wordt en dat hij vervolgens terugkomt op of de 382 of de golden pocket van Fibonacci. Dus wat je hebt is hier, even kijken, Fibonacci. Dus je ziet hier levels en ik zie graag dat hij of op de 382, dus dat is deze gele lijn, of op de golden pocket, dat zijn deze twee gele lijnen, terugkomen. Dat is eigenlijk de strategie die ik graag gebruik. Dus dat betekent dat hij eerst uit moet breken. Dus wat je hier ziet gebeuren, is dat hij uiteindelijk uitbreekt. Hij heeft deze high hier gebroken. Dus wat je dan vervolgens doet, is je zet deze
op van de low hier naar de volgende high. En vervolgens zie je dat op de 382 of de Golden Pocket heeft hij niet gehaald. De 382 had je in kunnen stappen. Dan had je een long trade geopend op dit punt. Een long trade, je stop los onder de laatste low. Dat is hier. En vervolgens trade je hem weer een 1 op 2. Dus dat zou hier zijn. We halen dit even weg voor het zicht en dan kun je kijken hoe die uitspeelt. Hij is nog niet gehit. Dat komt omdat de prijs nog steeds bezig is. Maar het lijkt op dat deze trade zich wel goed gaat uitspelen. En je ziet dat we bijna uitgestopt zijn door die wick. Maar daarom is het goed om altijd je stop los te leggen onder de laatste low. Omdat vaak als hij de laatste low eruit tikt, breekt de trend. Gaat hij de andere kant weer op. En soms heb je gewoon pech. Soms word je uitgestopt door een wick. Dan moet je verlies nemen en doorgaan. Maar dit breakout patroon is een heel erg goede om te gaan traden. En deze heb je ook opwaarts. Want zoals je eigenlijk nu ook heel goed kan zien, is dat je eigenlijk hetzelfde nu opwaarts hebt. Dus je hebt een opwaartse trend hier. En op het moment dat zo'n trend breekt, zou je daar ook weer in kunnen stappen. En ook Fibonacci daarvoor gebruiken. Dan zou je bijvoorbeeld deze naar de low leggen. Dus breekt die bijvoorbeeld uit, komt die terug. Dan kan je dus of heel goed instappen op die 382 of die Golden Pocket. Kun je daar instappen op een short trade. Dan zeg je stop los boven die laatste high. En dan trade je volgens een 1 op 2. En dan zou je hem dus op deze manier kunnen gaan traden. Wat betekent dat je hem eigenlijk terugtreedt naar de volgende support. En dat zou best wel goed mogelijk zijn. Dus breekt hij uit, komt hij terug, stap je in. En vervolgens treed je hem naar de volgende support. En dan heb je weer een 1 op 2 te pakken. En op die manier kun je heel erg goed patronen gaan traden. Dit kun je doen op zowel spot trading. Dit kun je doen met futures trading, met leverage trading. Al deze drie technieken werken heel erg goed. En dit zijn drie van mijn favoriete training patronen. En ik zou zeggen, ga ze uitproberen. Probeer de strategie. Start eerst met spot. Maak een account aan op Bybit. Zorg dat je meedoet met die Rolex giveaway. En op die manier kun je de trainingstrategie gaan testen. Laat even weten in de reacties wat je ervan vond. Of het tof was. Of je ermee aan de slag gaat. Like de video even. En deel me even met vrienden en familie. Bedankt voor het kijken. Tot in de volgende. Adios. Thank you.